Hallo allemaal, mijn naam is Erwin Ros. Ik ben divisiedirecteur bij Royal Racing. Verantwoordelijk voor een van de landbouwdivisies. Wij zijn als Royal Racing partner voor NAJK voor de komende 3 jaar. Voor het gebied van techniek. Met de bedrijven Kans de Wild, Racing Agri en Agrometius. Die jullie waarschijnlijk wel kennen uit de dagelijkse praktijk. Ons is gevraagd om eens te kijken vanaf een toeleverancier. Hoe wij nu denken jullie tips te kunnen geven om door de crisis heen te komen. En dat hebben we een beetje op een rij gezet. Maar de algemene tip zou zijn, bereid je voor op de kringlooplandbouw. Alle plannen die vanuit Den Haag doorlekken, die geven aan dat de kringlooplandbouw het model voor de toekomst wordt. En daarbij is volgens mij tip 2 meteen heel belangrijk. Wees voorzichtig met je bodem, ga daar goed mee om. De bodem is je belangrijkste kapitaal voor de toekomst en zeker in het licht van de kringlooplandbouw. Als je kijkt naar het financiële, de financiële tips die ik zou willen geven. Wij werken bij Racing met een strategie en die strategie die mondt uit in jaarplannen en budgetten. En die budgetten die houden we constant in de gaten en we proberen tijdens het jaar bij te sturen om die budgetten te halen of misschien wel te overtreffen. Datzelfde zou ik bij jullie willen meegeven. Voor de strategie van jullie bedrijf zou je kunnen denken, wat ga ik doen? Ga ik uitbreiden? Ga ik automatiseren? Ga ik een neventak ontwikkelen of ga ik juist heel veel smart farming in mijn bedrijf incorporeren? Dus als ik bezig ga met taakkaarten of met het datamanagement op mijn bedrijf om mijn bedrijfsvoering te optimaliseren. Dat is een plan voor de komende 4-5 jaar. Dat plan pas je elk jaar aan. Met dat plan in de hand ga je per jaar kijken hoe je jaarplan eruit ziet. Dat kan zijn in opbrengsten, dat kan zijn in financiën en dat soort zaken meer. En met het jaarplan in de hand ga je elke 3 maanden eens kijken, hoe sta ik ervoor? Wat kan ik nog veranderen? Wat kan ik verbeteren? Wij realiseren ons dat je financieel alles kunt bedenken, maar dat de buitenwereld meekijkt. Het weer, de wetgever en de marktprijzen. Dat zijn allemaal dingen waar je niets aan kunt doen. Maar als je een goede financiële planning hebt, dan heb je alles gedaan wat in je eigen macht ligt om die onzekerheden van de buitenwereld aan te kunnen. Dan het laatste aspect heeft ook duidelijk te maken met de kringlooplandbouw. Ga relaties aan met je buren. Ga relaties aan met de omgeving. Probeer partners te vinden voor de kringlooplandbouw. Want in slechte tijden zijn goede relaties belangrijker dan in goede tijden. Dus hou daar rekening mee. Kijk bij je buren, leer van elkaar. Er is ontzettend veel kennis in Nederland beschikbaar om van te leren. Als laatste, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is voor de toekomst van de landbouw, is jullie ondernemerschap. Ontegenzeggelijk zo dat de Nederlandse landbouw echt bol staat van ondernemerschap. Ik kom voor mijn werk veel in het buitenland. Je kunt van een afstandje de Nederlandse boeren zien of de Nederlandse immigranten die daar bedrijven opgezet hebben. De bedrijven zijn netjes, de bedrijven zijn vooruitstrevend en de bedrijven zijn strak geleid. Dat zit ook in jullie genen. Dat is het allerbelangrijkste wat je hebt. We hebben een traditie in Nederland dat de boer wordt gezien als ondernemer. Hij wordt ondersteund door de overheid met kennis, met onderwijs en een goede infrastructuur, een goede Rotterdamse haven, een goede veiling en dat soort zaken meer. Maar ondertussen moet hij het zelf doen. En dat is volgens mij het bepalende voor de toekomst. Die veerkracht, het ondernemerschap van jullie als beroepsgroep, gaat ons als Racing veel goeds brengen. Wij zien in deze crisis de landbouw als één van de branches die ons er goed door kan trekken, omdat we een goede positie voor de Nederlandse landbouw zien. Wens mij nog jullie ontzettend veel succes te wensen bij die toekomst, want jullie succes is ook een beetje ons succes. Dank jullie wel en tot ziens.